De Katholieke Bond voor Ouderen in de wijk Brandenvoort gaat een netwerk opbouwen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Ik schrok zelf van toen ik de cijfers op de gemeente zag dat er 46% in Brandenvoort van de 65-plusser gevoelens van eenzaamheid kent. Waarvan 9% zich extra eenzaam voelt. En dat zijn toch stevige cijfers. De leden van de biljartclub in wijkhuis Het Brandpunt hebben gelukkig veel contact met elkaar. Maar oud-leraar Tom Dieres maakt het ook anders mee onder ouderen. Wanneer ik hier door Brandenvoort heen fietst of er doorheen loop, dan zie ik aan de lichaamshouding en van mijn beroep in het verleden, kan ik aan de lichaamshouding veel zien hoe mensen erbij lopen. Of erbij zitten op een bankje en dan zeg ik, wat verdikken hij. Die mensen zitten niet lekker in hun vel. Wordt er onderling gesproken tussen ouderen over die eenzaamheid? Nee, men schaamt zich daarvoor. Net zo goed als mensen zich schamen om naar de voedselbank te gaan. Ook al staat het water tot aan de lippen of nog verder, daar schaamt men zich voor. En ook over eenzaamheid wordt niet vlug gesproken. Dat is een taboe nog helaas. En onze generatie, die vraagt niet snel hulp. Want niet mouw in Helmond poetsen, stroop de mouw maar op en ga er maar tegenaan. Dus vandaar dat het echt noodzakelijk is dat er hulp wordt geboden. 60-plussers in Brandenvoort krijgen daarom deze week een uitnodiging in de bus om mee te doen met het project Oog voor Elkaar. We streven er dus inderdaad naar, u noemt het al, een netwerk, om het netwerk uit te breiden bij de mensen hier in Brandenvoort en straks Mierlehout en straks heel Helmond. Gewoon uitbreiden van de kennissenkring waar mensen op elkaar kunnen terugvallen. Dat is ook de bedoeling, om straks naar groepjes te komen waarbij mensen voor elkaar klaarstaan als er iets aan de hand is. En dat kan iets heel kleins zijn van mensen over en weer elkaar helpen. Ik ben goed in tuinieren, anderen in mijn groepje die weten iets van mobiele telefoons. Kun je me helpen, want de telefoon staat niet op. Op die manier proberen we mensen bij elkaar te brengen. Ouderen gaan dus voor elkaar zorgen. Ook al omdat de overheid en ook bijvoorbeeld kinderen het niet meer willen of kunnen. Kinderen hebben het altijd druk. Als ik ook naar mijn eigen kinderen kijk, die wonen niet hier in de buurt. Op afstand, dan moet je dus al kinderen hebben. Maar er zijn er ook die hebben geen kinderen. Of de kinderen wonen heel ver weg. En daar ben je dus op andere mensen aangewezen. Op 3 november is in Het Brandpunt een informatieavond over het project Oog voor Elkaar. Iedere 60-plusser is daar welkom. Dat kan iemand zijn met een hulpvraag, maar dat kan ook zijn een vitale 60-plusser die zegt, verdikke nee, ik wil ook iets voor de maatschappij betekenen, ik wil klaarstaan voor een ander, ik wil meehelpen om de toekomst leefbaar te maken voor iedereen.